4 jaar hebben ze hier gestudeerd. En nu vanmiddag is hier een ludieke uitreiking van de diploma's. Is het moeilijk geweest om dat zo te organiseren? Dat is zeker heel moeilijk geweest. Maar ook hier moet ik weer mijn collega's een compliment maken. Want zij hebben echt meegedacht. We hebben een werkgroepje opgericht voor hoe gaan we de diplomering nou vormgeven. Want wat wij heel belangrijk vonden is dat ze als groep, als klas met elkaar zouden kunnen afscheid nemen van elkaar. En hun schoolperiode hier afsluiten. Dat vonden we heel belangrijk. We hebben hele leuke ludieke acties gezien van andere scholen. Waarbij het diploma thuisgebracht werd of op groot op een parkeerplaats een drive-in. Daar hebben we niet voor gekozen. We hebben echt gekozen voor het moment samen. En door het heel strak te plannen en de groepen klein te houden, is ons dat gelukt. We moesten op het allerlaatste moment omschakelen, want in eerste instantie zouden we het buiten houden. We hebben een hele mooie binnenpleinarena. Daar hadden we van verschillende acts voorbereid. Dat kan helaas niet doorgaan. Maar zoals jullie buiten hebben gezien, hebben we toch een deel wel kunnen uitvoeren. En dat hebben we gemeente moeten doen voor deze leerlingen, omdat het gewoon een bijzondere periode is waarin zij hun school, ja, loopbaan hier althans afsluiten. En dat moet op een feestelijke, hartverwarmende manier gebeuren. Namens alle collega's van het Noordic hoop ik dat je met veel plezier en een goed gevoel terugkijkt op je periode op de Akiet aan de Catharine van Rennenslaan. Maar vooral ook dat je het zinnig en prettig hebt ervaren. Tjus, dat waren een mooie jaren. Voilà. Ga je goed allemaal. Dat zijn ze nou. Daar hebben ze nou 4 jaar voor gestudeerd. Ja. Is die 4 jaar redelijk snel voorbij gegaan? Ja, het is zo voorbij. Echt heel snel. Heel snel. Voor jou ook? Ja, vind ik echt heel als een rap tempo. En wat ga je nou verder doen? Ik ga maatschappelijke zorg doen in Hengelo. En jij? Helpende zorg en welzijn in Hengelo. Dus jij bent voorlopig nog niet klaar? Nee, voorlopig niet. Ik wens jullie heel veel succes. Dank u wel.